Ik ben Hans van Temsen. Een man die vreselijke feiten heeft gepleegd. Het zijn de eerste racistische moorden in België. Gewoon omdat zij bruin is geboren? Elk België heeft toen bewust geweest dat we moeten tegen die haat reageren. Hoe komt iemand ertoe om zo'n kindje af te knallen? Hij wilde als een held sterven. Zijn daad heeft mijn leven zo beïnvloed. Ik wil die met mijn eigen ogen zien. Hoe voelt dat om moordenaar te zijn? Wat moet je zeggen tegen een moeder wiens kind dat je hebt afgenomen?